het erbij. Ja, jij vindt het oké om het op YouTube eventueel te zetten? Oké. Okay. Ja, nou, top. Zei je nou ja? Ja, ik zei het is goed. Ja, okay. Het mag. Ja. Oké, okay, nou, ik ga jullie hopelijk iets nieuws vertellen over supernova's. Allereerst de betekenis, supernova. Eerder waren het stellanova's. Want iedereen, je kan het gewoon in de ruimte zien. Dus het is, alle tijden is het al wel eens opgemerkt. Stellanova staat voor een nieuwe ster. In 1930 werd het supernova. Want toen kwamen ze erachter dat het niet alleen een nieuwe ster aan de hemel was. Maar dat het daadwerkelijk een object was wat een hele felle lichtflits geeft. En daarna ook het object verdwijnt. Je hebt hoofdzakelijk twee soorten supernova's. Type 1 en type 2. Echt heel veel soorten, een stuk of 7. Maar die twee zijn eigenlijk de hoofdsoorten. Want de rest zijn allemaal combinaties ervan. Dat zijn type 1. Dat is twee kleinere sterren die op elkaar botsen. Of iets wat erop lijkt. Of een hele grote ster die we allemaal kennen. Die bezwijkt van zijn eigen zwaartekracht. En dan boom doet. Op het moment dat de klassieke supernova boom doet. Komen er heel veel stralingen vrij. Radio, X-ray, gamma. Even kijken. Maar dat niet alleen. Bij een supernova worden ook ongeveer 5 maal de massa van de zon aan zware elementen de ruimte in gecatapulteerd. Samen met deze straling. En dat kan tot 50 lichtjaar nog impact hebben op andere objecten in de ruimte. Dus dat is best een hoop. En dan krijg je dit soort mooie wolken, nevels van sterrenstof. En die kunnen dan uiteindelijk weer nieuwe sterren vormen in het heelal. Dus dat is best wel mooi. Ik krijg helemaal mooie plaatjes van. Dit is net zo'n wolk, alleen dan in andere kleuren. Maar dan ook wat anders gefotografeerd. In alle tijden zijn supernova's al opgemerkt. Door de Indianen helemaal vroeger. Door de Japanners, de Arabieren en de Europeanen. Een paar voorbeelden daarvan zijn 1006 na Christus. Toen was er een supernova te zien, die was echt maandenlang zichtbaar. Dusdanig fel dat die 100 keer feller was dan Venus. En dat die zelfs in de nacht schaduw wierp. Dus dat je gewoon je eigen schaduw kon zien in de nacht. Dat is best wel imponerend. En 1054 na Christus was de Crab Nebula. Die liet Flint net al zien. Dat is dat hele mooie plaatje. En supernova's zijn eigenlijk, naar schatting, 2 keer per 100 jaar zichtbaar in een sterrenstelsel, als ik het goed zeg. Ik vind het een beetje verwarrend, die Engelse en Nederlandse termen. Volgens mij sterrenstelsel. Ja, zeg maar gewoon galaxies. Is... Oké, okay, galaxies, ja. Oké. Okay. Sterrenstelsel, is er nou 1 ster of zijn er heel veel? Maar ja, precies. Nee, dat is met een aantal miljard sterren in één. Precies. Maar weg, natuurlijk. Ja. Ja. Anyway, dat. Maar vroeger was het heel erg afhankelijk van allemaal amateur-astronomen. Omdat je moest maar net kijken dat je iets kon zien. Maar tegenwoordig gaat het allemaal veel sneller, omdat je automatische systemen hebt die alles in de gaten houden. En worden er jaarlijks rond de 100 supernova's ontdekt. Dus het gaat allemaal steeds sneller. Dit is een heel mooi plaatje van 1006 in het Lupus gedeelte in de hemel. Dat zou ik niet kunnen aanwijzen, maar... heel veel mensen kennen dat wel. En dan krijg je zo'n hele mooie wolk. Daar kun je nog steeds restanten van zien. En dat is dus zo'n wolk met allemaal zwaardere elementen dan oorspronkelijke waterstof, die allemaal zijn gemaakt in zo'n supernova. En hier komt volgens mij de Crab Nebula, die jullie jij net zien. Ik zei net al iets over type supernova's. Hier zien we allemaal hele mooie kleuren, maar die kunnen ze dus ook al zien in een ster. Met zo'n fotometer. En dan kunnen ze dus de kleuren zien in een ster. En uiteindelijk ook de type elementen die in zo'n ster zitten. En zo kun je dus kijken hoe ver zo'n ster is. En uiteindelijk ook of zo'n ster wat voor een supernova dat gaat worden. En zo kun je dus supernova's onderscheiden in 2 soorten. Hoofdzakelijk of die ofwel waterstof laat zien of geen waterstof in zijn ontploffing. In het verleden, want je kijkt eigenlijk in het verleden wat je allemaal ziet. En type 1 laat geen waterstof zien. En die heeft dan eigenlijk hoofdzakelijk 3 soorten, en dat zijn eigenlijk 2 binaire sterren die op elkaar botsen. Zo krijg je type 1 supernova's, die zijn meestal veel feller. En dat is eigenlijk, die worden heel veel gebruikt in de astronomie, omdat die een constante felheid geven. En die kunnen ze dan gebruiken als indicatie van waar iets nou is in het heelal. Ja, hoe ver, sorry. Ja, dat. Dat wordt dan standard candles genoemd.
Daar kun je op zich een hele andere presentatie over geven, omdat er best wel veel over te vertellen is hoe het allemaal werkt. Met een bepaalde hoek, met de aarde waar je dan staat. Kan ik niet super goed uitleggen, helaas. En type 2, dat zijn je standaard supernova's, die we allemaal kennen van de films. Dat een ster die minimaal achtmaal groter is dan onze eigen zon, in elkaar botst, omdat die te weinig brandstof heeft en te veel zwaartekracht. Deze letters die staan heel simpelweg voor hele makkelijke woorden zoals plateau, lineair, bend en normaal. En dat gaat om volgens de curve van de felheid van het licht. Waarom ja? Branden die sterren gewoon langzaam uit? Waarom niet ze imploderen? Dat is niet altijd zo. En daar kom ik zo meteen aan terug. Dus, dit is zo'n curve. En dat zijn dan de elementen die ze dan zien op zo'n foto. En daar hebben deze twee mannen voor verzorgd. Rudolf Minkowski. Volgens mij had Bart het er net over. Dat was die Minkowski die heel veel dingen vertelt in natuurkunde en astronomie. En Frits Zwicky eigenlijk hoofdzakelijk voor al deze plaatjes over wanneer nou wat voor supernova is. Dus het zijn de lichtcurves over tijd, zeg maar. Dus. Ja, lichtcurves over tijd. Ja, inderdaad. Even kijken. Hier worden ze verder uitgelegd. Dus bijvoorbeeld type 2. Dat is de bandcurve. Die geeft twee keer een hele felle flits. En dan neemt die langzaam af. En dat een plateau, dat is ook een standaard, want die heeft heel lang dezelfde lichtsterkte over een bepaalde tijdsduur. En dat is eigenlijk nu vooral bij type 2 zo, omdat type 1 dus aan de fel zijn dat er hele andere dingen mee spelen en ook dat zijn hele bijzondere gevallen. Daar kom ik zo meteen ook nog even terug. Dit is een voorbeeld van een type 1. Dus je hebt twee sterren die bij elkaar in de buurt zitten. En op het moment dat gebeurt, dan kan de kleine ster, de witte dwergster in dit geval, die kan elementen overnemen van in dit geval een red giant. En die worden dan opgenomen in die witte dwerg, totdat het dusdanig veel wordt dat die 1,4 maal de zonnemassa heeft. En dat is de Chandrasekhar limit, volgens mij. En dan ontploft die. En dan krijg je dus een type 1 supernova, dat is toevallig 1A. Ik ga zo meteen er meer over leggen, maar ik doe eerst heel globaal vertellen wat type 1 en 2 is. En dan kan ik zo meteen de rest vertellen. Type 2... heb je eerst een hele grote ster en die ontploft onze eigen zwaartekracht. En omdat het middelste kern is eigenlijk ijzer en dat kan niet meer verder fuseren. En de rest, die op een gegeven moment is dat te weinig energie om dan nog energie de andere kant op te bieden ten opzichte van de zwaartekracht. En dat zweeft allemaal rond en dan kunnen er meerdere dingen gebeuren. Als het een kleine ster is, dan kan het gebeuren dat er nog alleen een witte dwerg ontstaat als die tot 8 keer de zonnemassa is, dan kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld een hele mooie wolk ontstaat en een witte dwerg. Maar het kan ook groter zijn. Als het groter dan 8 is, dan komt er meestal een supernova. En dan wordt ook die witte dwerg, krimpt dan nog in elkaar. En dan krijg je dus meestal een neutronenster tot en met 30 keer de zonnemassa, want dan krijg je meestal een zwart gat. Maar het kan ook zo zijn dat het nog zwaarder is, want je hebt ook sterren die nog veel groter zijn, 40 tot 50 keer. En dan krijg je eigenlijk altijd een zwart gat en dan krijg je niet eens meer een supernova. Dus dat soort gevallen heb je ook nog ertussen zitten. Als dat jullie zien, er wordt geen supernova als die heel groot is. Dat is een beetje verklapt. Maar hoe ontstaat dan eigenlijk zo'n ster? Hoe gebeurt het dan allemaal en wat komt er dan allemaal bij kijken? Want dat is eigenlijk best interessant. In het heelal zweeft heel veel rond. En het begon allemaal met waterstof, als het goed is, niet vis. En op een gegeven moment, als dat heel zwaar wordt bij elkaar, dan krijg je... Dan ontstaan er sterren, omdat het dus heel zwaar wordt en dan wordt het heel warm en dan krijg je fusie. Daar wil ik ook niet te veel over vertellen, anders denk ik dat hij me even tegenspreekt. En zo ziet het er ongeveer uit. Sorry? Ik tegenspreek. Ja, jij bent er heel veel van, toch? Van fusie. Ja, nee, maar de klopt gewoon wel, toch? Oké, goed. Ja, daarom wil ik niet te veel over zeggen. Afhankelijk van de grootte van de nevel met sterrenstof, het begon allemaal met waterstof, maar nu zijn het ook allemaal andere nevels met allemaal andere restanten van allemaal oude sterren. Daar krijg je dus een ander soort ster en dat kan dus de grootte van de ster bepalen. En het is best wel grappig, hoe groter de ster is niet zo dat er het is niet dat de ster langer leeft, omdat dus al die processen die versnellen elkaar en dan wordt het eigenlijk een kortere levensduur van die ster. Ik zal meteen nog een mooi plaatje van. En zo ziet ongeveer zo'n levensloop eruit. Dus je begint al met zo'n mooie nevel. Maar iets rustiger voor. Wat voor jullie? HBO-snelheid. Ja, nee, dat is wel. Want je hebt stiekem best veel informatie in wat je allemaal zegt. Hoe gaat die voor jullie? Vat wel op.
Oké, okay, ik zal iets meer ademen. Ja, precies. Oké, dus je begint... Ja, dit is voefelen, sterrenwerken, zwaar. Oké. Van wat je net vertelde, hè, dat klopt helemaal. Ja. Volgens mij heb je nog geen woord onzin verteld. Maar je zegt, als hij zwaarder is, dan is hij veel sneller kapot. Hè? Ja. Is veel sneller dood. Ja. Iets rustiger, waarom dat dan niet? Oké, nou, dat komt omdat dus die visering sneller gaat. En ik heb daar zo meteen een hele mooie plaatje over. Dus ik vind het lastig om dat dan niet al vertellen waarom dat zo is. Okay. Want eigenlijk al die dingen die ondersteunen elkaar weer allemaal. En dan is het lastig om het nu al uit te leggen. Oké, maar hij gaat zo'n hogere massa, is een hogere fusiesnelheid, dus hij is ook sneller. Ja, dus ook sneller klaar. Okay. Wel weer sneller, wel weer grotere supernova, maar dat is dan weer zo meteen. Nu eventjes iets meer over die ster, dan kom ik zo meteen op de supernova terecht, waar die fusie dan terecht komt en wat allemaal interessant aan is. Ja. Dus eerst een hele mooie wolk. Even in normale ster gezien, dus als we alleen een witte dwerg achterlaten. Dit is een beetje onze eigen zon, want dat wordt uiteindelijk ook een witte dwerg. Dat blijft heel lang een normale zon, tot het een red giant wordt. Een red giant is best interessant op zich, want het is eigenlijk een kleine ster die alleen maar zijn waterstof om kan zetten in helium. En op een gegeven moment is zijn energie al op en dan kan er eigenlijk niet een hele grote kern ontstaan, waardoor er te weinig zwaartekracht is om het te laten exploderen. En daarom laat hij uiteindelijk alleen maar al zijn planetary nebula, dus zo gaan we het nevel noemen van sterrenstof, laat hij gewoon los en dan ontstaat er een kleine witte dwerg. Dat is een... Want die buitenkant van de red giant, is dat helium dan of waterstof, zeg maar? Weet je dat ook wel? Het begint met waterstof. En dat wordt dan helium. Ja. Het rode, dat is eigenlijk het afgekoelde. Op het moment dat het helium wordt, dan krijg je dus een zwaardere kern. Ja. En dan wordt die eigenlijk groter, namelijk de giant. Dus het begint met een zon. En hij wordt groter, omdat dus de kern zwaarder wordt en de buitenkant kouder. En dan wordt die roder. Ja. Dan wordt het de red giant. Ja. En dat is eigenlijk het onderscheid erin. Je vraag beantwoord? Dus de kern wordt zwaarder, want die wordt helium. Maar dan de buitenste schillen worden kouder, zeg je. Ja, maar dat is omdat de helium op een gegeven moment op is. Zeg. Of tenminste, de helium kan niet naar de volgende. De waterstof is op. Ja, de waterstof is op. Ja. En dan kan niet naar de volgende. Ja, precies. En dat is ook wel grappig. Elke keer als je dus van een meer brandstof naar minder gaat en je krijgt zwaardere elementen, dan krijgt hij eigenlijk zoveel shock naar binnen en wordt hij eigenlijk groter. Dat gebeurt er eigenlijk elke keer. Maar in dit geval heeft hij dus te weinig brandstof en ook bij relatief weinig... De binnenste zooi gaat naar binnen en de buitenste zooi gaat naar buiten. Precies, ja, inderdaad. Ja, ja. En daar zie je ook dit gele kern en de buitenkant wordt steeds groter en groter. Ja, want die White Dwarf is uiteindelijk veel kleiner dan onze huidige zon. Ja, inderdaad, veel kleiner. Ja. Tenminste, altijd onder die 1,4, want anders zou het weer een supernova worden. Ja. Ja, dat is vast. Dat is een andere plaatje of zo. Want dan komen we hier naartoe, dan wordt het uiteindelijk een neutronster. Ja, maar goed, andere situatie is dat het een grotere ster is. Dus dat is die tot 10 keer zo groot als onze eigen zon. Dan krijg je een red supergiant en die heeft ook een eigen hele ladder met hoe die allemaal verloopt. Daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Die is nog best wel lastig met alle fases van die sterren dan zelf. In ieder geval, daar heeft hij veel meer brandstof en krijgt hij allemaal aparte schillen met allemaal zwaardere elementen. Hoe dat werkt met die elementen, hoe die ontstaan, ga ik ook uitleggen. Dus niet dat ik daar vragen over krijg, te snel ga. In ieder geval, je krijgt dus een supernova als die brandstof op is. Maar in dit geval heb je dus wel een hele zware kern, in dit geval van ijzer. En allemaal schillen met allemaal andere elementen. En op het moment dat de brandstof eigenlijk op is en de zwaartekracht veel sterker is dan dat de energie die naar buiten gaat, is dusdanig zo'n grote zwaartekracht dat het in één keer naar binnen wordt gezogen. En dat gaat met een snelheid van 23% van de lichtsnelheid. Dat is heel rap. Barst het naar binnen. En het hangt vanaf hoe groot de supernova is met wat er daarna gebeurt. Het heeft ook weer te maken met de neutrino's. Ja, ik zeg te vaak, daar kom ik zo meteen op terug. In dat geval hangt vanaf hoe groot deze ster is. Of het dan een neutronster wordt of een black hole. Het gedeelte van wat er dan daadwerkelijk gebeurt, van die atomen. Het begint eerst met twee protonen. Die botsen op elkaar de hoge zwaartekracht en de hitte, dus alle druk daarin. Dan krijg je deuterons. Ik weet niet of het een Nederlandse naam heeft, heb ik niet opgezocht. Deuterium, volgens mij. Sorry? Deuterium. Deuterium, oké, goed. Dit proces
komt dan weer beta-straling mee kijken, beta-decay. Dat schiet weer elektronen af naar andere atomen. En dat gaat met dusdanig grote hoge snelheden dat, dat er extra protonen ontstaat. En dan krijg je dus een zwaarder element. In dit geval wordt er gezegd dat die twee deuteronen op elkaar botsen en dat je dan een helium, zwaarder helium element krijgt. Ik kon twee manieren vinden, maar die andere, die eerste stel, dat heet nucleaire synthese. En dat is eigenlijk een makkelijke manier om het uit te leggen, ook zo meteen met het periodieke systeem, hoe dat dan allemaal precies zit. Is dat fusie? Dat is inderdaad fusie. Ja. Ja. We krijgen het straks op twee manieren, want volgens mij kan jij ook een stukje fusie. Okay, ja, dat top. Is helemaal prima. Dit is een kleine ster. Dit is wat ik net vertelde over die red giant die in elkaar krimpt en dan een gele kern krijgt. Hier zit nog heel veel waterstof. Hier zit heel weinig waterstof. En dan krimpt hij in elkaar en dan is dat allemaal helium en de rest is waterstof. En dan wordt hij eigenlijk rooier. En dit is die baan van die red giant. Snap je helemaal dat als hij niet zwaar genoeg is dat hij helium weer gaat fuseren, dat hij dan klaar is, zeg maar? Dan kan hij niks meer. Toch? Dat is... Ja, ja. Maar hij is hier eigenlijk niet op. Hij heeft nog wel waterstof, alleen gewoon weinig. En dat is ook als hij groter is en allemaal zwaardere kernen heeft, blijven altijd nog wel laag over. Ja, dat is alleen de druk is daar niet meer groot genoeg om eigenlijk die waterstof nog verder te... Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, want het is toch zo bij grote sterren dat het helium zich weer fuseert tot iets nieuws en dat je echt al die schillen krijgt van waterstof naar helium. Klopt, klopt. Ja, je krijgt ook ander soort... Zwaar genoeg om dat ja, te ja, ja. Je hebt ook ander soort formaat van schillen. Dat hangt er weer af van de grootte van de ster. Dan krijg je weer andere grote schillen. Oeh, dat blijft. Ja, nou goed. Dit is dus die fases van die red giant. En het grootste gedeelte van zijn leven is hij eigenlijk bezig met die waterstof verbranden in helium. En dat doet hij echt 100 miljard jaar over. Maar is dit onze zon ook nou nu? Niet onze zon, volgens mij. Dit is gewoon een plaatje van de branch of the red giant. Dus... Oh, dus deze zijn nog zwaarder of zo dan de zon waarschijnlijk, of niet? Of... Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik niet. Okay. Nee. Want de shell gaat dan nog wel, beurt nog even door. Ja, ja, en dat is dus, voor een miljoen jaar is het dus alleen dat kleine gedeelte. En dan opeens gaat het heel snel en dan krijg je die white dwarf. Maar is het dan wel... Het is sowieso vergelijkbaar, ja. Onze zon is iets van hoeveel miljard jaar uit? Vier nog wat. Ja, en volgens mij is de verwachte levensduur ook iets van 8 of 9. En dat staat ja, 10. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, dat staat hier. Oh ja. En dit is dus die zwaartekracht die inwerkt op de energie. Ja, ah, nice, oké. Okay. En zij hebben al een gedeelte begonnen. Dus ja. En dit is... Zo snel op de plaatje, leg die even uit. Hier binnen vormt zich dus die zwaartekracht en die trekt zeg maar alle massa naar binnen. En hierin gebeurt dus die fusie, want hoe meer het naar de kern gaat, des te warmer het wordt, totdat je ijzer krijgt. Des te drukker alle elementen bezig zijn met botsen op elkaar. En ontstaat er energie die naar buiten wil. En dat is eigenlijk de wisselwerking van elkaar. Maar dat is ook wel het mooie, want dat is dus waarom de ster blijft leven. Het is ook trouwens waarom, want de zon is echt bizar constant, hè, over al die 4 miljard dit jaar. Zeg je daar iets over of niet? Ja, nou, dat is eigenlijk wat hier dus gebeurt. Hier is 1 biljoen, dus dat is 100 miljoen, nog iets. Nee, net is nog iets miljard. Wat is 1 biljoen is 1 miljard. Oké, hier is 1 miljard jaar blijft hij gewoon hetzelfde. Nee, ik bedoel nog daaronder, daar links onder, die 9 biljoen. De zon zit nu nog daar helemaal onder, hè? Ja. Klopt. In ieder geval, het grootste deel is hij bezig met zijn waterstof, veranderen, wou ik zeggen. Ja, en op het moment dat hij ietsjes krimpt, zeg maar, hè, dan wordt de output van de straling meteen zoveel meer dat hij gewoon weer uitzet. En daardoor is hij zo stabiel eigenlijk. En daardoor is de output ook zo stabiel. Ja, klopt. Klopt. Ja. Een soort zelf in zich stellend evenwicht. Is trouwens niet voor alle sterren, want je hebt sterren die doen dit. Dus als je de zon zwaarder gaat maken. Maar dat hangt vooral van de zwaarte. Ja, dat dus is alleen als hij weer tot een nieuwe kern komt. Dus nee. Je hebt ook echt sterren die pulseren. Oh, oké. Dat heeft ook iets te maken met welke de verhouding helium en weet ik veel. Oké. Het zijn rare hoor, Lyman-achtig iets of zo. Ja. Die knipperen echt. Oh, echt? Oh. Ja. Wat was jouw vraag? Als je hem zwaar zou maken, de zon, zou je dan groter worden? Nee, niet per se. Oh.
Want dan krijg je ook meer zwaartekracht weer. Dan weet ik eigenlijk, wat doet hij dan? Ja, hangt vanaf hoeveel brandstof je hebt. Ja, en als je alleen in de fase zit. Want ja, onze zon wordt dus ook veel groter, terwijl die ook lichter wordt. Ja, ja. Dat is dus weer dat principe van. Ja, van die Gertje-Heintje. Ja, die kracht die de zon die zeg maar tegenwerkt op de zwaartekracht. Waar komt die kracht vandaan? Doe je daar een zwaartekracht of doe je die energie die uit? Die de zwaartekracht tegenwerkt, dus die generatortjes. Wat is die kracht? Dat is die nucleaire synthese. Dus dat is die stoffen die. Elke keer krijg je dus die brandstof die tegen elkaar inwerkt. En. Moet ik even goed zeggen? Je krijgt dus elke keer een zwaarder deeltje, daar komt energie vrij. En die energie wil weg. En dat is wat je krijgt. En elke keer als het dus overgaat van een nieuw soort element, wat weer een ander element wil worden, dan ontstaat daar weer energie. Het is steeds meer energie wat vrijkomt. Wat voor vorm is die energie? Stralingsdruk, volgens mij toch? Is het stralingsdruk toch? Ja, maar dat is allemaal een resultaat van fusie. Ja, ja, nee, klopt. Dat is gewoon puur stralingsdruk. Allemaal nucleair. Het is gewoon licht wat naar buiten wil, zeg maar. Alles. Maar dat, eigenlijk, dat is niet eens de grote luk. Maar dat, nee, uiteindelijk zijn het neutrino's. Dat is echt het allergrootste deel. Nee, maar dat is wel super. Dat is zo'n super. Nee, maar ik bedoel, terwijl hij nog normaal ligt. Oh, ja. Ja, dan is gewoon. Ja, licht zonder warm. Ja, warmte licht. En het is ook een beetje alsof je iets wat, als je iets hebt wat je warm maakt, dan wil je dat uitzetten, toch? Ja. Dus het is ook allemaal beweging en noem maar op. En warmte en hitte en noem maar op. En dus dat is een soort tegendruk voor die. Je kan hier ook echt sommetjes aan maken. Ja. Dat is relatief simpel. Oké, en dat heb ik niet gedaan. Nee, is het vergelijkbaar met dat als je gewoon een bom laat ontploffen, dat het dan ook uit elkaar spat? Heb je nou over de supernova of over de ster? Over gewoon een som. Dat weet ik niet. Ik denk dat je eerder gewoon, als je het met een kernbom vergelijkt, dan wel. Ja, alleen een waterstofbom. Ja, ja. Dat is ook fusie. Ja, dat klopt. En een atoombom is fusie, dus dat is niet een zon. Ja, ja, ja. Alleen die termen worden niet heel netjes consequent aangehouden. Nee, klopt. Het zijn een beetje. Maar je hebt helemaal gelijk. Mag ik de volgende plaatje? Ja. Oké. Okay. Dit vond ik ook een mooie. Dit is wat ik net eigenlijk zei over dat de massa niet bepaalt, van de zon niet bepaalt, of ster bepaalt hoe lang die leeft. Dat is hier heel goed weergegeven. Dus eigenlijk hoe zwaarder de ster, hoe meer brandstof die heeft, hoe korter die leeft. Dat is wel leuk. Dus we zijn. Het is best wel fijn dat wij bij onze zon zitten. Want als we bij een zwaardere zon hadden gezeten, was het leven nooit ontstaan. Dat is gewoon te kort. MO is onze zon, zeker. Ja. Volgens mij wel. De MO is toch, 1 is dan onze zon. Ja, klopt. Ja, dat is solar masses. Is dat, ja. Ja, dit beschrijft eigenlijk het fenomeen van alle grotere sterren. Dus eerst dat je van waterstof naar helium gaat. Vervolgens krijg je van helium wordt koolstof. En elke keer als je dus overgaat naar een fase en dus de buitenste schaal bunst wordt, dan zet die ook weer wat uit. Ja. Waarom slaan we van hele pergelement over? Nee, dat weet ik niet. Nou ja, ik weet ook te weinig van het periodieke systeem, omdat ik te weinig heel vakken heb gehad. Is 4, ja. 2, en dan koolstof is 8, 4. Nee, koolstof is 3. Koolstof is 4, ja. Koolstof is 4. Maar er is ook weer iets als een S-proces en een R-proces, waardoor elementen kunnen ontstaan. Dat heeft te maken met het aantal. Neutronen dat ergens op een element botst en de hoeveelheid ervan. En daardoor kun je dus ook weer tussenfases krijgen van deze elementen. Dus dat is ook zo dat alles tot en met ijzer kan ook nog ontstaan op een redelijk natuurlijke wijze. Alles wat daarna komt, na ijzer, dat kan eigenlijk alleen maar ontstaan in supernova's en neutronensterren die botsen. Dus ik denk dat je. Uranium op onze aarde komt. Ja, dat sowieso, ja. Zeker nog, je gouden tanden. Zilver. Goud en zilver sowieso, ja. Dat kan niet anders worden gemaakt. Het is allemaal als gevolg van supernova's of botsende neutronensterren of ubercool. Dus verwacht dat die neutronensterren de werkelijke oorzaak zijn van de grote geurde goud en zilver. Want daar komt in één keer zoveel bij vragen. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. In ieder geval, na koolstof wordt het neon, daarna zuurstof en daarna silicon en daarna wordt het ijzer. Dat is dus alles tot 8 maal de massa van de zon, want daarna krijg je ook nog hele grote supernova's die dan weer andere elementen maken.
En op het moment dat er dus dat die op is, dan blijft er een witte dwerg over. En dat is eigenlijk wanneer dus de eerste soort type 2 supernova krijgt. En dat is als dat het gedeelte dat overblijft van de opgebrande zon groter is dan 1,4. Dat is die Chandrasekhar limit. En dan krijg je... als die kleiner is, dan krijg je een witte dwerg. Als die groter is, dan wordt het een neutronenster. En als die dan nog groter is, dan 3 keer de zonnemassa, dus die witte dwerg, dan wordt het een zwart gat. En daarbij komt ook een supernova bij kijken. En dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met hoe groot het oorspronkelijke object eigenlijk was. Ik heb een heel mooi fotootje van een neutronenster, daar gaat hij nog zo meteen alles over vertellen. Is daar waarschijnlijk ook. Ik heb ook plaatjes tussen die ik gewoon even wil laten zien om mijn verhaal te bevestigen zonder iets veel erover te vertellen. voordat ik word afgekraakt. even kijken. Eigenlijk hebben we net tussendoor de vraag beantwoord en dan wou ik hier over vertellen over dat die echt zwaardere elementen dus ontstaan tijdens de ontploffing zelf. En dat zie je hier, periodiek systeem. Allemaal tot en met ijzer ontstaat allemaal tot en met... Executeur? Oh, oké. Ik dacht dat koolstof 6 was en niet. Oh, zo, oké. Okay. ja, nou, alles wat met ijzer wordt dus gemaakt in de ster zelf. En alles wat daarna komt in je supernova. En dat werkt eigenlijk zo. Je hebt dus een R-proces en een S-proces. S staat voor slow. En ik krijg eerst allemaal neutronen die bij elkaar komen. Dan heb je seed. Op dat moment krijg je door middel van neutron capture krijg je dus een neutronenrijke isotoop. En door beta-straling schiet er dus een elektroon weg van dat element. En krijg je dus weer een nieuw stable element. Maar dan gaat een neutron over in een proton. Ja, dat wordt dus een proton. Ja. Dat die dus ergens opschiet en dan krijg je dus een proton. Dat lukt alleen maar als je ook een elektron wegraakt. Dan klopt de optelsom. Ja. Toch? Want een neutron is neutraal en een proton is positief, dus je moet ook eerst iets niet negatiefs. Ja, dat kan ik niet 100% bevestigen. Ja, denk ik. Nee, sorry. Nee, je kan niet een pluslading uit niks maken, zeg maar. Okay, ja. Dus als je iets neutraal had, dus als je plus en min hebt, dan mag samen weer neutraal worden. Of neutraal mag samen plus en min worden. Ja. Dus daarom komt het elektron ook vrij. Ja. En dan heb je eigenlijk het S-proces, dat is de slow-proces, en R-proces staat van rapid. En dat staat eigenlijk alleen maar dat er meer neutronen tegelijk worden afgeschoten op een bepaald element. En dat is dus ook waarom een grotere ster zwaardere, sneller verbrandt. Omdat er dus meer neutronen, omdat het een grotere dichtheid heeft en een grotere warmte, op elkaar allemaal reageren. En dan krijg je dus sneller die fusie. En dan heb je dus eigenlijk tijdens de supernova zelf, krijg je dus eigenlijk vooral dat R-proces, eigenlijk alleen. En dan ontstaan dus die hele zware elementen, maar ze zeggen dus dat je de meeste zware elementen krijgt tijdens de botsing van 2 neutronensterren. Dat zijn eigenlijk als de neutronensterren op elkaar botsen, dat kan, dan krijg je in één keer net zo groot als de aarde aan goud en zilver. En dat ze beweren dat het ergens rondzweeft en dat het eigenlijk de bron is van echt al onze superzware elementen. Dat denken ze, maar kunnen ze niet bevestigen. Is het gewoon een schat ergens in de ruimte? Waarschijnlijk wel, ja. Ze moeten die wel langs vliegen. Dit zijn die neutronensterren die op elkaar botsen. Ja, dat waard zijn. Ga je er zo iets over vertellen? Nee, oké, goed. Dit is op zich ook best wel een bijzonder fenomeen. Want het zijn dus 2 neutronensterren die dus over zijn gebleven van ooit van de supernova. En als die op een gegeven moment bij elkaar in de buurt komen, dan draaien die om elkaar heen en die zorgen ook voor... gravitatieschokken door het heelal, ja, waves, gravitational waves inderdaad. En dat is dus echt tot heel ver nog merkbaar als dat ooit zou gaan gebeuren. Hier lijkt het gewoon droog, toch, of niet? Ja. Ja, dan zou ik het overleggen of ze mij moet ophalen of niet. Sorry. Maar als we het weer over die energie hebben, dan is eigenlijk als we dan weer terugkomen naar het gedeelte als als die zon uit elkaar wil klappen tot een supernova,
op het moment dat de brandstof op is, dan zakken die buitenlaag eigenlijk in elkaar naar het midden, omdat er dus heel veel zwaartekracht is. Maar als dat gebeurt en het botst allemaal in het midden, dan is er eigenlijk nog steeds te weinig energie om eigenlijk voor een supernova te zorgen. Nou, daar komen dus neutrino's bij kijken, waar ik het net over had. Het zijn echt best wel lastige deeltjes. Bart had het een keer over gehad. Ze reageren eigenlijk op bijna niks. Dus daarvoor als je een lichtjaar aan lood zou hebben, en je zou dus een neutrino doorheen zou schieten, dan heb je pas 50-50 kans dat je er eentje zou stoppen. Maar omdat het dus daar allemaal zo dense op elkaar zit, reageren ze dan opeens wel. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk het licht dat we zien van de supernova, dat is genoeg om een hele galaxy voor een aantal weken gewoon te verlichten, alles. Maar dat is eigenlijk maar een kleine fractie van de energie die vrijkomt. 1%, dat is een honderdste, sorry, van het geheel van de energie wat ongeveer vrijkomt, schat ze. En de kinetische energie is eigenlijk maar 1% van wat daadwerkelijk vrijkomt. De rest is allemaal aan neutrino's, aan de energie wat loskomt. Dus dat is echt gigantisch veel. Nou, dat vond ik wel een leuk iets. Dat hebben we vrij weinig weten. En dat zorgt ook dat hij helemaal uit elkaar kwam. Ja, precies. En dat zorgt echt voor die grote ontploffing. Die neutrino's eigenlijk. Omdat die dan pas gaan reageren. Maar het zijn er ook shit veel die er vrij komen. Ja, het zijn heel veel. Ja. Ja. Maar daar kun je misschien nog wat over vertellen. Ja, een klein beetje. Ja. Dat talletjes. Maar ik had wel even mis, waar kwamen die dingen nou vandaan? Die neutrino's? Ja, die zijn er sowieso al. Niet per se waar ze vandaan komen. Nee? Er gaan iets van 3 miljard gaan er nu ook gewoon dagelijks door ons heen. Ja, maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Die reageren bijna nergens op. Die reageren eigenlijk alleen op zwaartekracht. Dan opeens wel. En er zijn er eigenlijk nog meer. Veel meer. Omdat het dus allemaal ontstaan ook bij die fusie. Maar omdat het dan opeens zo dicht bij elkaar komt. Dan reageren ze. Waar komen ze vandaan? Nee, wacht. Dat gaan we zo meteen. Gaan we straks terug. Oké, goed. Is dat goed? Is prima toch? Om hier ook nog iets juicy te hebben. Ja. Nou, dus kort samenvatting. Je hebt eerst een hele grote gaswolk. De grootte ervan bepaalt wat voor soort ster het wordt. Dus een bruine dwerg, low massa, giant of een grote. En dat ontstaat dus uiteindelijk. Je krijgt er geen supernova bij. Uiteindelijk wordt het een red giant of een super red giant. En dat wordt het of een witte dwerg met of zonder ontploffing. Als het wel of niet 1,4 keer de zon is. Of het wordt een neutronenster van een zwart gat. Met wel geen ontploffing, hangt van het groot af. En die dingen blijven gewoon bestaan tot ze een keer botsen of zo. Daar gaan we het volgende week over hebben. Hoe zwarte gaten misschien. Zwarte gaten kunnen ook op elkaar inbotsen. Dat kan ook een ontploffing zijn. Ja, maar die neutronenstijl op witte dwerg. Dwerg heeft geen lifespan. Die blijven gewoon voor eeuwig bestaan. Nee, dat is ook volgende week. Ga je dat vertellen? Ja. Het ene dan. Heel klein beetje. Heel klein beetje. Okay. Maar toch? Ja. En, dan bewaar ik mijn vraag. Ja. Dat was het eigenlijk een beetje. Een paar mooie afsluiters. Leuke foto's die zijn gemaakt. Met wel of niet door de Hubble. Of door andere telescopen. Die rechtsonder die kun je echt hier op aarde zo een foto maken. Dat is echt goed. Met je home telescoop. Met je home telescoop. Ja. Echt? Ja. Het zit in de buurt van die. Oké. Okay. Qua kwaliteit. Niet zo mooi, maar dat is echt. Beste doen. Kan je sturen? Nee. Ja. Heb je ook zo eentje die een link uit je telefoon? Hè? Heb je er ook zo eentje die een link uit je telefoon? Ik kan het vanuit Nederland besturen. Zelfs. Oeh, shit. Dat is wel een bedoeling. Ja. Ja. Cool. Oké, okay, dat was het. Dat was het? Ja. Dankjewel. En dan kunnen we, krijgen we nu het verhaal nog een keer, maar dan iets rustiger. Dus dan kunnen we... Ja,